Maar op je zesde heb je dus al je eerste verhaal gepubliceerd, Marion. Ja, het is, ik vind het leuke eraan, want het is, ten eerste was ik het vergeten als niet die buurvrouw vanuit Australië dat had gemeld. Maar dat het verhaal, ook al was ik zes, dat blijkt dat ik daar al meteen dat leven tussen culturen neerzet. Misverstanden, de clichés, de Indische gastvrijheid. En het wantrouwen van de Indo naar de landen die graag alles pakt wat je aanbiedt. Gulzig, rakoes noemen ze dat. Dus alle voordelen zitten erin. En dat ik toch wel ook wel humor had op mijn zesde. Ook wel mee. En je kon al schrijven op je zesde, want dan zit je in de eerste klas. Ja, maar het was heel vervelend eigenlijk, want ik kon heel goed lezen en schrijven. En thuis waren er niet zoveel boeken, dus als ik dan op school zat, was ik blij dat ik even kon lezen en dan mocht niet. Dan ging ik stiekem vooruit lezen, maar dat boekje had ik dan nog dezelfde uur of half uur uit. Ja. Terwijl dat je kinderen moeten één voor één en dan gaat het van broek, met en zo. Nou, daar had ik geen geduld voor, een beetje ADHD ook. Ja, maar dus, toen ging je zelf schrijven dus? Ja, dan ging ik alvast in mijn hoofd voort op dat wat ik gelezen had, verhalen verzinnen. Dus ik was altijd met, maar daardoor was ik in de ogen van de leerkrachten dan een dromertje, omdat ik wist dan niet meer waar het over ging, want dan zat ik in mijn eigen wereld. Dus ik denk dat het daar begonnen is, een soort van, om je niet te vervelen, pak je de verbeelding, dat denk ik dus. En toen ik dus ook kon schrijven, ben ik al meteen die dingen ook gaan opschrijven. Maar ik denk met het idee van schrijfster, zonder te weten wat het was, omdat ik mocht al de verhaaltjes vertellen, of ik moest het. De weekenden kwamen de families graag bij elkaar, want ze misten elkaar. Dat hoort wel een beetje bij een migrantensamenstelling, dat die familieband zo sterk blijft, om dat thuisgevoel te hebben. En dan lagen wij allemaal bij elkaar op matrassen. En dan, we hebben een paar keer gezegd, van, nou is het stil. Dus dan was het, Marion, ga jij een verhaaltje vertellen? En dan fluisterend, en dat die anderen dan daarna luisterden, dat was op zich. Maar het moest steeds spannender. Dus spannender, spannender. En vooral die neefjes, weet je, anders konden ze niet slapen. Het moest gewoon spannend zijn. Maar dan sliep iedereen en dan moest ik nog zien dat ik er een veilig einde aan kon breien. Dus ik denk toch wel dat het daar begonnen is. Maar ook mijn manier om het mezelf, mijn eigen wereld te creëren. Omdat er ook wel natuurlijk heel veel, mijn ouders waren getraumatiseerd. Mijn moeder, mijn moeder wilde best in Nederland, maar het bleek voor haar juist veel moeilijker te zijn dan ze had gedacht. En de ruzies, haar boosheid, haar ergernis, haar driftbuien, dan sloot ik me op en dan ging ik schrijven.